Een aparte wedstrijd van Cambuur dat achter AZ onroen, maar dat AZ wist geen kansen te creëren. En Cambuur uiteindelijk wel een pier in de eerste helft. Dit schot bij Gleeks van Matthias Schils is net verkeerd, maar geeft trek over de goal heen van AZ-keeper Jasper Schendelaar. Dan de vrije trap, waarin Mbende toch wel degelijk vasthouden wordt door Jamie Jacobs. Dit hier eigenlijk een penalty voor Cambuur wezen hadden, maar scheidsrechter Christian Mulder woedde er neer van wit. En zo bleef het 0-0. En had Cambuur het dreigtje in een vlot en vaardig combinerend jong AZ. Maar dit is mooi. Een prachtig paasje van Schils of van Kippersluis. Die houdt het oerzicht, luidt een breed. En daar is Justin Mathieu van de 1-0 van Cambuur. Prima overzicht van Kippersluis, die het net voor eigen succes geeft. En zo waard het rest, maar een 1-0 vastprong van Cambuur. Cambuur dat in de tweede helft het bezocht om het initiatief te pakken, maar eigenlijk veroorde het beeld van de wedstrijd net verschrikkelijk volle. Dat was deze een grote balbezit van AZ en de betere kansen van Cambuur. Dat mij en Bende een sterke man in het centrum van de verdediging hier. Maar hier is een vrije trap van AZ. Die komt in de 16 meter. Dan gaat Verdi druif onderuit in het dueltje met Schindler. Schindler die docht als dat hij helemaal van neerd wit. Maar de scheidsrechter is wist. Hij had de onvaller van AZ beetpakt. Krijgt een gele kaart. Tje, daar gaat hij onderuit. En ik denk dat de scheidsrechter gelijk had. En dus is het een penalty. En is het Verdi druif zelf die het vonnis voltrekt. Hij docht dat op een prima manier. En dan nog een kwartier te gingen. En dan zoen je ze. Dan maakt maar even een wissel in. 17 is vervangen door de speler met nummer 19. Karim Rossi. Karim Rossi. Tje, hier komt hij na 10 seconden onder de bal. Boom! Hij hing het. Hoe is het mogelijk? Hij is amper op het veld. Het is het 12e balcontact, want hij zet de onval zelfs op. Krijgt een mooi verom van Justin Mathieu. Hij scoort dan binnen 10 seconden nadat hij in het veld zit. De 2-1 voor Cambuur. En doel hier Cambuur dus de punten weer in handen. En die zullen ze echt weer uit handen, Jan. Er kwamen nog wel wat kansen van de Ljouters. Hier dit schot van Mathieu bij Gleeks. Maar het bleurt 2-1. En zo scoort Cambuur in de beginfase van de competitie. Fjouwer uit 12. En dat is bepaald net een winnenstart. 4-2 is goed, dat geeft ook gewoon echt goed gevoel. Want uiteindelijk als je minder goed speelt en toch wint, ja, dan heb je in ieder geval twee dingen waarvan één goed is. En één, daar kun je aan werken om weer te verbeteren. En door de winst helpt dat ook natuurlijk voor je gevoel, voor je vertrouwen heel veel. En voor onszelf ook genoeg te doen dan. Dankjewel.